Het is midden in de nacht. Midden in de nacht. De helderonde is al geweest. De kaarsjes branden. De mensen lopen. En iedereen voelt zich zo met elkaar verbonden. Er is zo'n grote saamhorigheid. Het is zo'n uniek moment. Iedereen heeft zijn moment. Heeft zijn verdriet, maar ook zijn eigen lach en humor. En alles wordt gedeeld. Mensen die elkaar niet kennen, praten met elkaar. En dat ging zo. Ja, wel goed dat we lopen voor de mensen die een strijd tegen kanker over zijn overleden. Dat wij misschien een beetje hoop geven voor de mensen die dat hebben. Omdat zoveel mensen liepen, moest je af en toe blijven staan. En daardoor kon je meer naar de lichtjes kijken. Er ontstond ook zo'n stilte. En dan krijg je een bepaald warm gevoel erbij. Maar sommigen zijn zo duidelijk geschreven of met een foto, dat het wel zo opvalt dat je dan wel even momenten heeft van oh jee, ja, er is daar iemand aan overleden. En de boodschappen die er staan, ja, die raak je wel. Ja. Ja, je wordt elke keer weer een soort wakker geschud van oh. Ja, heel indrukwekkend. Blijft het. Ja. Toch eventjes één uurtje echt goed bij stil te staan. En toch, ja, toch te waarderen dat jij je wel kan lopen, gezond en wel. Dat geeft toch wel een heel mooi gevoel eigenlijk. Geweldig. Het is heel fijn om hier te mogen lopen en te kunnen lopen. Ja, voor die mensen die we dan herdenken, die gestorven zijn aan deze ziekte en nog bezig zijn aan het vechten ervoor. Ja, die steunen we. En daar loop ik ook voor mensen die er nog zijn. In de hoop dat de zon voor hun ook blijft schijnen. En dat heb ik ook op mijn zakje gezet. Klaar van Riet wordt morgen begraven, overleden aan kanker. Dus ja, dan heb je het wel heel dichtbij in ieder geval. Ja. Jeetje. Ja, en geeft het dan steun? Nou, wat ook steun geeft, is dat je dus... We lopen voor het regenboogteam, maar we zijn ook getrouwd. Dus je praat samen op een hele andere manier dan dat je thuis op de bank zit over dit soort zaken. Dus dat is ook wel goed. Zoveel mensen verzameld met dezelfde achtergrond. Of nog te gaan, hè. Ik bedoel, bij mij is het alweer achter de rug. En... Maar er zijn genoeg mensen die het nu volop beleven. En dat is alleen maar jammer.